Het Nederlands team speelt de komende dagen samen met Engeland, Duitsland en Australië de Hamburg Masters. Een vierlandentoernooi waar wordt gespeeld met de nieuwe regels van de FIH, de Internationale Hockey Federatie. De spelers mogen bijvoorbeeld de bal zelf meenemen bij een vrije slag. De eerste confrontatie van Oranje is tegen Australië. In de eerste helft zien we een sterk aanvallend Australië. Door wat slordigheden bij het uitverdedigen mag de ploeg van Jamie Dwyer, uitkomend voor Bloemendaal, gaan aanleggen voor de eerste strafcorner. Via een sleep is Vogels kansloos. Kus Vogels dus, die weer als vanouds in het doel van Oranje staat en zijn verdediging aanstuurt. Ook hij kon niet voorkomen dat de 0-2 via een tip-in in het net belandde. Vlak voor rust is het dan Nederland die een strafcorner versiert. En bij afwezigheid van Takema schuift Roderick Weusthof naar voren. De speler van SCSC laat meteen zien waarom hij topscorer van het seizoen is geworden. Na rust begint Oranje wat agressiever en sterker opend. Toch is het Australië die wederom door een rechtstreekse corner 1-3 op de borden zet. Ja, en dan wordt het toch de wedstrijd van de strafcorners. Want na een tijdstraf van 10 minuten voor Weusthof is hij weer net op tijd in het veld om voor het tweede doelpunt van Nederland te tekenen. 2-3 is de einduitslag. Michel, wat zegt dat in deze fase van de voorbereiding? De uitslag zegt dat we verloren hebben. Het belangrijkste voor ons is op dit moment dat wij de ervaring opdoen wat de nieuwe regel brengt voor mijn team en voor de tegenstanders, hoe ze ermee om zullen gaan. Daar hadden wij het eerste kwartier enorm veel moeite mee. We hadden de situatie dat Marcel Balkenstein uit de wedstrijd geslagen werd, niet bewust, maar van het veld af moest. We hadden een debutant in de as, bracht heel veel onrust. Australië heeft daar ons enorm opgejaagd, zijn toen 2-0 achtergekomen. We hebben daarna de ploeg omgezet en hebben vervolgens wat meer ritme in de wedstrijd gekregen. Dus de uitslag zegt niet zoveel, maar wel wat het voor een ontwikkeling voor het spel voor ons heeft. En het is goed dat we dat nu tegenaan lopen. Ja, die nieuwe regel betreft dus het zelf nemen van de bal. Merk je dat spelers die er al ervaring mee hebben, hè, in de Euro Hockey League, dat die daar dus ook sneller aan gewend zijn? Je zag een aantal mensen in het lopend spel in de Euro Hockey League inderdaad snel nemen en daardoor de opbouw veel sneller eigenlijk tot gang brengen. Wat Australië uitstekend deed. En die zijn er al een aantal wedstrijden langer mee bezig. De vrije slag rond de cirkel is anders dan de Euro Hockey League. En de interpretatie van de EHL-spelers was zoals het bij de Euro Hockey League was. Dus daar hadden we ook wat problemen mee. Maar dat is niet erg. Dat zijn dingen die we de komende maanden wel kunnen gaan ontwikkelen. Waar ben je heel tevreden over? Ik ben niet tevreden over het spel wat we gebracht hebben. Maar uiteindelijk wel de wijze waarop wij na een kwartier met elkaar gereageerd hebben. Accepteren dat het op dit moment niet helemaal top is. Maar wel uiteindelijk de juiste attitude om die wedstrijd gewoon nog zo goed mogelijk tot een einde te brengen. En te proberen uiteindelijk Australië moeilijk te maken. Nou, de tweede helft was 1-1. We hebben toch wat corners gecreëerd, een open kans gehad. Dus in die zin hebben we er een wedstrijd van gemaakt. Dus we moeten allemaal realiseren dat iedereen aan het einde van het seizoen zit met de clubs. En ze brengen toch ook met elkaar op 70 minuten om die wedstrijd zo goed mogelijk aan te pakken vanuit een goede attitude. Daar ben ik gewoon tevreden over.